Ik ben Frank Bogaerts, burgemeester van Lier. Wel, op dit moment betalen alle inwoners van Lier een jaarlijkse vaste belasting, laten we maar zeggen, bijdrage van €54 aan IVAREM. En het is onze vaste bedoeling om zeker en vast al in de loop van dit jaar dat bedrag merkelijk te verlagen, in de allereerste plaats voor alleenstaanden. Binnen 6 jaar willen wij zeker een minimuminvestering doen van €22 miljoen in wegen, voetpaden, fietspaden. Daarbij zeker en vast ook in de loop van deze 6 jaar een definitieve oplossing voor ons cultureel centrum De Mol. Dat is aan vernieuwing toe. Definitieve oplossing wil zeggen ofwel een verbouwing, een grondige verbouwing, ofwel een nieuwbouw op de bestaande locatie of op een andere locatie. En tenslotte een verdere werk maken van de ontwikkeling van de Hoge Velden in een voetbaljeugdcomplex voor de Lierse en de Hooitse jeugd. Wel, er is een blijvend probleem met de werking van de OCT's, de ondergrondse containers in onze stad. Die blokkeren nog te veel, die werken niet perfect en daar willen wij absoluut een oplossing voor bieden. Probleem is natuurlijk dat die oplossing niet bij ons ligt eigenlijk, maar dat die moet geboden worden door IVAREM. Dat zijn diegenen die instaan voor de ophaling en de verwerking van ons huisvuil. Wel, wat we zeker niet gaan doen, is een verhoging van de belasting doorvoeren. Dat staat niet op ons programma.